Goedemiddag, juridisch loket. U spreekt met Demi Klerks. Ja. Waar kan ik u mee helpen? Een hele goede middag. U spreekt met juridisch kantoor Platen. Sorry, een beetje dicht worden. U spreekt met juridisch kantoor Platen. Ik had even een vraagje over een hoe ik ken als een natuurpersoon. Zeg maar mij als een natuurpersoon aanvalt. Met iets te dwingen en dan zonder een advocaat. Is dat mogelijk? Sorry, ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. U aanvalt en u... Nou, ik moet het zo zeggen. Het is een... omdat u al bij het begin zegt, verenigingen of... dat doet u geen uitspraak over. Maar ja, ik kom net terug van de Kamer van Koophandel. Daar heb ik op papier, zwart op wit, tot één rechtbanken in Nederland voor 2021... niet publiekrechtelijk stonden ingeschreven. Nou, dan heb ik de Rijksoverheidsdienst gebeld net. En die bevestigt me dat ik jullie moet bellen. En hetzelfde geldt voor de politieke partijen. Dus de rechtbanken stonden voor 2021 niet geregistreerd als publiekelijk rechtspersoon. Dus alle rechters waren natuurpersonen. Dus en daar is mijn vraag. Hoe kan een natuurpersoon aanvallen zonder een advocaat? Dat is toch strafbaar? Maar ik snap heel even niet wat u bedoelt met aanvallen. Nou, de staat. Nou, bijvoorbeeld de rechtbank stuurt mij een dagvaardiging tot ik moet komen voor 2021. Hun hadden geen publiekelijke rechtspersoon maar, door heel Nederland. En dan zijn ze natuurpersonen. Maar de rechtbank stuurt u over het algemeen niet de dagvaarding. Dat is de tegenpartij, dus ik weet niet door wie u gedagvaard bent. Ja, door de tegenpartij en ik moet naar de rechtbank komen. En als ik dan in de rechtbank kom en ik krijg daar een vonnis en het vonnis blijkt, maakt niet uit, vrijspraak of ik ben veroordeeld. U heeft een brief van de rechtbank dat zij niet bevoegd waren. Ja, aan de Rijksoverheidsdienst heb ik die kopie al gestuurd, de Nationale Ombudsman. Maar die zeggen dat alleen de politieke partij dit kan regelen. Maar ik heb toch mijn recht, als ik word aangevallen door een natuurlijk recht, om dit op te lossen. Want het kan niet zo zijn dat de rechtbank dan een vonnis spreekt en hij is gewoon een natuurpersoon, die rechter, geen openbaar lichaam. Dat kan niet. En ik heb dat op papier. Zwart op wit. Oké, maar ik denk dat u dan het beste eigenlijk met een advocaat kunt overleggen, want ik kan hier eigenlijk geen antwoord op geven. Nou, ik kan wel antwoord geven als een natuurpersoon mag aanvallen, zonder de juiste wijze, dus advocaat. Maar... Kijk, aanvallen, dat begrijp ik nog steeds niet helemaal. Er kunnen, als er twee natuurlijke personen zijn en er is een vordering op die ander en je komt er samen niet uit, dan kan je een procedure starten bij de rechtbank. Maar wat u nu precies wilt weten van mij, is mij echt niet helemaal duidelijk. Nou, het is eigenlijk heel duidelijk. Als de rechtbank dus zegt van luister, voor 2021 hadden wij geen publiekelijke rechtspersoon. Ik ben bijvoorbeeld niet naar mijn zitting gegaan voor 2021. Daar is een vonnis. Meneer Platen moet de gevangenis in. Dan komt de politie, komt dan bij mij aan de deur. Die neemt mij mee. Dat zijn ook gewoon natuurpersonen. Dan is er dus vanuit de natuurpersoon een vonnis gesproken. Waar ze politiemensen naar me toe sturen. Want die zijn ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een rechtspositie. Dan word ik dus door een clubje wat natuurpersonen zijn aangevallen. Dat kan toch niet? Dat is wat ik bedoel, aanvallen. Ik snap het, maar wij hebben gewoon een rechtsstaat, dus... Oké, dat is fijn dat u dit zegt. Maar u bent ook van bewust dus dat een publieke rechtspersoon... Ja, met een openbare lichaam alleen maar bevoegd zijn om dit te doen. Kijk, als u zegt, want u zegt ik heb een papier van de rechtbank waarin ze aangaven... we waren niet bevoegd om een uitspraak te doen. Ja, die wil ik rustig sturen. Maar als u dat inderdaad heeft, dan lijkt het me verstandig om met een advocaat te overleggen wat uw mogelijkheden zijn. Want ik ben bang dat ik dat niet helemaal kan inschatten. Ja, maar ik kan wel het antwoord gewoon eerlijk krijgen. Mag een publiekelijke rechtspersoon, wat niet is ingeschreven als een publiekelijke rechtspersoon, zo handelen? Nou, we hebben een rechtsstaat, dus voor zover ik weet mag de rechtbank een uitspraak doen. Maar als u zegt, zij zeggen dat we niet bevoegd zijn, ja, dan moet er worden gekeken door een specialist wat de mogelijkheden zijn. En nogmaals... Als twee partijen een probleem hebben met elkaar, dan kan er een procedure worden gestart. Maar daar is niet altijd ook per se een advocaat voor nodig. Dus... Nee, dat klopt. Maar als de club bijvoorbeeld D66, die staan ingeschreven als een gewone vereniging. Ja, partij van meneer Rutte ook. Dus hun zijn nou ministers aan het spelen zonder de akte waarbij jullie moet liggen met de benoemer waar hun rechtspositie op staat. Of bij jullie bij de Kamer van Koophandel. Dus jullie kunnen dus als juridisch loket wel kijken van
Hoe kan dat een vereniging zonder publiekelijke rechtspersoon, want dan als een natuurpersoon handelt, dan kunnen we toch wel antwoord op krijgen van ja, dat mag niet. Een natuurpersoon mag ons niet in een lockdown gooien, of wel? Nee, maar als u zegt ik heb zo'n papier, dat is te ingewikkeld voor mij. Daar moet u met een specialist over overleggen. Dus ik kan u niet het antwoord geven wat u van mij wilt hebben. Heeft u een computer voor u, mevrouw? Dan wil ik gerust even als artikel 2.1 burgerlijk wetboek intik en artikel 134 grondwet, dan kunt u zien openbare lichamen. Dus ja, meneer, ik begrijp wat u bedoelt, maar ik kan u niet het antwoord geven wat u wil. En wat ik u kan meegeven is, als u zegt ik heb dat formulier en ik wil weten wat ik hiermee kan, dan is het enige advies wat ik u kan geven om daarover te overleggen met een advocaat. Ja, maar stel voor, we doen het even anders. Stel voor, de voetbalvereniging naast mij komt in één dag aan en dan pakken ze me gewoon mijn voetbal, mijn wei af. En dan zetten ze daar golen op en ze gaan daar gewoon voetballen. En zij zeggen, wij zijn de voetbalvereniging, wij mogen dat zomaar. Dan had ik jullie wel mogen bellen en dan had u gezegd, u moet een advocaat in de arm nemen, meneer Platen, of niet? Als de voetbalvereniging een wat zou doen? Ja, stel voor, ik woon met mijn huis naast de voetbalvereniging. En een op andere dag kom ik thuis, hebben ze gewoon in mijn wei de golen neergezet. En dan gaat de voetbalvereniging gewoon in mijn wei voetballen. En dan zeggen ze gewoon, die is nou van mij. Ja, en, maar dan had ik jullie wel mogen bellen. Dan hadden jullie gezegd, je moet een advocaat inschakelen, of niet? Dan is iemand uw eigendom aan het toe-eigenen. Ja. U heeft het nu over iets heel anders met een uitspraak die is gedaan waarvan u zegt die waren niet bevoegd om die uitspraak te doen en op basis daarvan willen ze iets met mij, van mij. Dat is de rechtbank. Nou heb ik het over een vereniging. Dus nou heb ik het gewoon over een vereniging, dus zeg maar de voetbalclub. Wat de wei bij mij thuis is aan het onteigenen en daar gewoon voetbalgolen neerzet met een kantine. Ja. Mag dat dan als het gewoon een natuurpersoon is? Nou ja, je mag sowieso niet zomaar iemand anders eigendom toe-eigenen. Maar dat is een andere situatie dan waarover u antwoord wil. Ik zeg ook niet dat u ons niet mag bellen. Dat is hetzelfde, want ik heb het over politieke partij D66, wat een vereniging is, wat gewoon en met meneer Rutte, iedereen is aan het onteigenen. Ja, en dat is wat u net zegt, de voetbalclub mag niet bij mij in de wei golen neerzetten en ons het veld afpakken. Maar meneer Rutte mag het wel. Maar wat is meneer Rutte dan precies van u aan het afpakken? Mijn vrijheid van alle boeren wordt onteindigd. Maar u gaat nou van de... Ja, maar u raakt ook van de slag, logisch. Ja, want het is niet niks als we er nou doorheen lopen dat ik gelijk heb. Want de voetbalclub mag het ook niet. En meneer Rutte met VVD, D66, doen het wel. Ja, en er wordt niks op... Daar wordt niks op, over gezegd. En als het de voetbalclub was, dan had hij tegen mij nou gezegd, meneer Platen, bel maar een advocaat of de politie. Weet ik zeker. Moet hij ook eerlijk zijn. Maar ik zeg nu toch ook dat ik vind dat u het beste met een advocaat kan overleggen. Dus waarom vindt u dat dan anders? Ja, dan snap ik niet als jullie juridisch loket zijn en ik betaal hier een euro voor. Dat jullie niet nou meteen de politie en de advocaat in Nederland bellen en de politiek. Ja, dat hier per direct alles moet gesloten worden. Want meneer, daar ben ik toch achter? Maar wij zijn sowieso voor advies en informatie, hè? Dus dat u denkt dat wij andere organisaties inschakelen, dat is sowieso niet zo. Dus u bent, Magnus, ik kan je ook niet lastigvallen. Maar het is zwart op wit, we weten het alweer. Maar een publiekelijk rechtspersoon, mijn laatste vraag, die is wel bevoegd om, om iemand zeg maar in de gevangenis te zetten, neem ik aan, hè? Als er een vonnis is van een rechter waaruit blijkt dat u geoordeeld bent tot een gevangenisstraf, dan kunt u inderdaad in de gevangenis worden gezet. Oké, maar stel voor die meneer heeft een uitspraak gedaan en hij bleek geen rechter, want dat kan ik aantonen via de Kamer van Koophandel, het register, dan kan hij toch de gevangenis in, of niet? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen of hij dan daarvoor de gevangenis in kan. Nou, laten we zeggen, die rechter doet dat al 30 jaar. Heeft misschien al 500 zaken uitgesproken, gezinnen kapot, huizen verlaten. Ja, je weet hoe rechters kunnen zijn. Dus dan denk ik dat dat toch een misdrijf is, hè? Ik begrijp nog steeds uw vraag, maar het blijft er nog steeds bij dat u hierover met een advocaat moet overleggen die hier verstand heeft. Maar mevrouw, waarom? Dan stuurt u nou door naar orde advocaten om te checken als meneer een advocaat is. Dat is gewoon een vereniging zonder een publiek rechtspersoon. Dus moet ik met een natuurpersoon vertrouwen dat hun een eigen site hebben gemaakt en daar een advocaat hebben ingeschreven? Dat is toch voor de zotte?
Ik vertrouw die advocaten niet, ik vertrouw alleen mezelf. En ik wou vragen een juridisch advies. U kunt toch even nakijken dat het orde van advocaten helemaal niks voorstelt. Wie is dat dan? Want daar moet ik kijken als een advocaat in orde is. Want ja, en als ik daarachter kom dat orde advocaten maar een vereniging is, niet meer en niet minder, zonder ook maar één publiekelijke rechtspersoon, hoe kunnen hun dan weten als die eet wat die advocaat heeft afgelegd bij die neprechter, ja, als dat wel rechtsgeldig is? Dus dan kunnen we toch beter zonder advocaat dit doen, mevrouw? Ja, dat mag van mij, maar dan moet u daar zelf allemaal achterkomen wat er allemaal klopt. Ik denk dat u iemand nodig heeft met deze specialistische kennis. Dat ben ik niet. Nee, dat ben ik zelf in enigste Nederland. Want wie je ook belt tot de Rijksoverheid, de Hoge Raad, de Oude Herenclub, gewone vereniging, zonder enige rechtspositie. Alles in Nederland is één grote zwendel. Dus niemand na de benoeming bij de Kamer van Koophandels een positie kan intekenen, mevrouw. Dit is wat er aan de hand is. Niet één politie, niet één burgemeester, niet één, maakt niet uit wat. Het zijn openbare lichamen, ze weten niet eens wat ze zijn. En dat is wat er aan de hand is. Ja, en dat is best wel ernstig dat wij dat nou leuke manier naar buiten moeten brengen met een voetbalclub wat niet voor de rechtsbevoegd is om een veld af te pakken. Maar momenteel is de regering ons land kapot te maken. En het zijn gewoon verenigingen zonder publiekelijke rechtspersoon. Dus dat vind ik erg dat u niet daar de antwoord op durft te geven dat dit niet mag. Oké. Maar kijk, ik snap dat u zegt, ik vertrouw advocaten ook niet, maar er zijn ook advocaten die procederen tegen de staat. Dus als u zegt, ik heb mijn twijfels over hoe alles loopt, maar nogmaals, ik ben niet de persoon met de specialisatie die u daar antwoord op kan geven. En als u dat geen voldoende antwoord vindt, nee, dat kan ik helaas niet. Jawel, en als ik voor een andere zaak bel, mevrouw, en ik bel jullie al 10 jaar. Ja, maar ik bel jullie al 10 jaar, mevrouw. En dan altijd zoeken jullie met mij dingen samen op. Altijd. Hallo mevrouw. Hallo. Sorry, ja, dacht, maar ik weet niet wat dacht u dat nu van nog van mij wilt horen. Ja, gewoon de eerlijk. Gegeven. Gewoon eerlijk. Eerlijkheid. Zoek gewoon samen met mij even op wat een openbaar lichaam is. En dan kijken we de bevoegdheid van de rechters voor 2021. Dat kent toch? Daar ben je toch voor bevoegd? Meneer, ik heb u een eerlijk antwoord gegeven. Ik denk dat u hierover moet overleggen met een advocaat. En als u daar niet tevreden mee bent, dan kan ik daar helaas niks aan doen. Maar wij komen niet verder op deze manier in het gesprek. Nee, dat maakt niet uit. Ik denk dat ik een eigen juridisch loket ga beginnen. Nou, wel bedankt. Als natuurpersoon heb je me heel goed geholpen. Ik weet dat je geen rechtspositie hebt. Je hebt moeten doen wat je kan doen. En je hebt Nederland toch wel laten zien, want wij doen het allemaal live, dat je toch laat zien dat een voetbalclub dit niet mag doen, dan mag D66 en Rutte dat ook niet. Ik wens je wel een hele fijne dag. Ik wens u ook een hele fijne dag. Is goed, dank u. Dag. Doei. Staat wel op band. Staat wel op band, jongens, nou. Ja, de voetbalvereniging kan je ook niet de wei afjatten, golen erin zetten en dan een kantine bouwen en dan, ja, snel voor mij. Dan zou je juridisch loket moeten bellen, de politie. En dan zal dat allemaal moeten verwijderd worden en die gemeenten moeten de bakken. Ja, en je ziet het maar weer. Ja, tot straks.